Ilias Sebaoui, wat een wedstrijd van jou. Ja, zeer blij. Ik denk een verdiende overwinning ook. Het was niet makkelijk, maar ik ben blij met de overwinning. Wel tegen een Turkse eredivisionist. Dat is echt een gelijke goede prestatie van Dordt. Eerste divisionist natuurlijk. Klopt. Ze waren niet slecht. Ik denk dat we de eerste helft een beetje moesten zoeken hoe dat ze speelden. Ik denk dat de tweede helft goed besproken hoe dat we kunnen aanpakken. En ik denk dat we wel verdiend zijn gewoon op het einde. Je bent overgekomen van Beerschot. Verhuurd door Feyenoord aan FC Dordrecht. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Zo, ja, voor mij was het zelf ook een grote verrassing. Het was natuurlijk voor mij belangrijk om dit seizoen minuten te maken. Ik ben blij met deze uitleenbeurt naar Dordrecht. Ik krijg veel vertrouwen van de coach, dus ik ben blij dat ik hier ben. Wat voor speler ben jij voor de mensen die niet zo bekend met jou zijn? Zo, ik denk een speler die veel zelfvertrouwen uitstraalt. Ik denk goed met de 1-op-1 actie, mooi inzicht op het veld en goed in de laatste 30 meter, denk ik. Wat is het plan dat Feyenoord met jou heeft bij FC Dordrecht? Ja, ik denk op dit moment gewoon zoveel mogelijk minuten maken. Mijn eigen beetje in de kijker spelen, zoveel hoge statistieken maken en dan zien we wel waar het pad loopt. Met die statistieken zit het goed met een hat-trick voor jou vandaag. Ja, klopt. Ik denk dat nu mijn zesde goal is in 4 wedstrijden ongeveer. Dus ik ben wel lekker bezig, maar natuurlijk de lijn doortrekken. Vooral die solo, hallo zeg! Ja, klopt. Ik denk dat de bal met een beetje geluk doorloopt. Ik zeg dat niemand eigenlijk aansloot, dus probeer ik mijn eigen actie aan te gaan en die is goed afgerond. Het klinkt misschien makkelijk om te zeggen dat het een bewustje was, maar je begon vanaf de middenlijn gewoon. En is dat allemaal zo uitgedacht, uitgedokterd zo? Nee, ik probeer gewoon op het veld mijn eigen ding te doen. Ik denk dat er ook op het einde een beetje meer geluk bij zat. Maar ik ben blij met de 3-2 toen. Proper. Links buiten, is dat echt jouw positie ook? Ja, ik voel me daar goed. Ik denk dat ik ook gewoon een aanvallende middenvelder ben. Maar ik denk dat Darmatis het ook heel goed doet. We vinden elkaar ook heel goed op het veld. Dus ik ben blij met de positie waar ik nu sta. De coach heeft me ook een soort van vrije rol. Dus ik ben wel blij met de positie. Wat zijn jouw doelen voor dit jaar? Ja, zoals ik al zei in het begin, denk ik, proberen zo hoog mogelijk de statistieken te leggen. Veel goals, veel assisten. Mijn teamgenoten veel voor het doel zetten. En proberen zo mogelijk een mooi seizoen te draaien met andere ploeggenoten. En is het dan ook zo dat Feyenoord jou goed volgt? Ja, ik sta veel in contact met Feyenoord. Ze geven me ook gewoon vertrouwen. Ik sta veel in contact met Mark Ruijl ook natuurlijk. Ik ben met de beide ploegen veel in contact, maar ja, mijn focus ligt nu gewoon op Dordrecht, zolang ik hier ben. Dus we zullen zien waar het loopt. Maar waar gaat het bijvoorbeeld dat contact over? Je zal het natuurlijk niet in detail bespreken, maar in grote lijnen, waar gaat het dan over? Ja, het is niet echt een soort van contact, maar ze vragen gewoon altijd hoe het gaat met mij, hoe dat ik me voel, hoe dat gaat met de ploeg. En daar heeft gewoon altijd antwoord op, dus het klopt goed. Als je zo om je heen kijkt bij dit team van FC Dordrecht, wat denk je dat dit team kan bereiken in de eerste divisie dit jaar? Ik denk dat we gewoon een kwalitatieve groep hebben. Ik denk dat we dit jaar gaan mikken op het linker rijtje in de competitie. Ik denk dat we er ook gewoon de groep voor hebben. Iedereen ligt goed met elkaar. We kunnen elkaar goed vinden. Ik denk dat we ook een sterke voorbereiding bezig zijn. Dus we zullen zien waar het loopt. Van de Kielse ratten naar de schapenkoppen. Klopt, ja. Nu gewoon volle focus op de schapenkoppen en hopelijk een mooi seizoen draaien.